nooit goed zijn, man. Ja, dit is het adres wat op de achterkant van de foto staat. Zou ik jou eens wat vertellen? Als dit huis echt van jouw ouders is, kan je wel zo rijk zijn dat je niet eens meer met me wil praten. Ja, leuk hoor. Hey, laten we teruggaan. Na al die tijd gereden te hebben, ben jij gek. Als jij in de auto wil blijven, mij best. Ik ga eens kijken of ik wat meer te weten kan komen. Hé, hey, wacht even. Wat ga je nou doen? Nou, aanbellen. En als iemand open doet, wat zeggen we dan? Luister, als jij niet durft, doe ik het woord wel, oké? Okay? Ja, hey, maar als er iemand aan de deur komt, dan kan toch moeilijk gaan vragen van... Hé, meneer, bent u misschien mijn vader? Wat doen jullie hier? Bent u meneer Van Woerkom? Nee. We hadden gehoord dat hier mevrouw Van Woerkom zou wonen. Kent u misschien iemand in de buurt die zo heet? Wat willen jullie eigenlijk? Sorry, we hadden ons moeten voorstellen. Ik ben Arnoud Albers. En dit is mijn vriend Peter Kelder. Abspoel. Mag ik weten waarom jullie mevrouw Van Woerkom zoeken? Ze was vroeger goed bevriend met de familie van Peter. En hij zou haar graag weer eens terug willen zien. Nou, als je denkt dat ze hier nog steeds woont... Dan is het wel erg lang geleden dat jullie haar voor het laatst hebben gezien. Ja, Peter was nog een baby toen hij voor het laatst zag. Aha. Is hij doof of zo? Nee hoor, nee. Nou, ik ben bang dat ik je niet echt kan helpen. 10 jaar geleden heb ik dit huis gekocht van mevrouw Van Woerkom. En zij is op het platteland gaan wonen, dus het spijt me. Wat je misschien wel kunt doen, is contact zoeken met de makelaar die destijds de verkoop heeft geregeld... De firma Vlaming. Je kunt ze vinden in het telefoonboek. Nou, ik hoop dat je haar kunt vinden. Want dan mag je van geluk spreken als dat lukt. Dank u wel, hoor. Ja, aardige kerel, toch? Nou, veel had hij ook niet te melden. Nee, dan jij. Hé, Peter, kom nou, man. Ik kan toch niet verwachten dat we meteen de eerste keer allemaal zo hebben? Wat dacht je ervan als we iets gingen eten? Ja,